Ja. Wij zijn trouwens nog wat concurrenten van elkaar. Heb je dat wel door op dit moment? Wanneer? Nou, jullie zijn nog steeds genomineerd met Even staat op voor de Gouden Radioring. Ja. Nee, niet over die radioring. En ik met de Friday Move, met BNR. Nee, vind je dat niks? Nee. Nou, gaan we voor die Friday Move. Ja. Stem op de Friday Move. Ja. Jullie willen niet? Nee. Hebben ooit de eerste gewonnen. En dat was klaar. Ja. Dat is goed. Hoef je niet meer. Nee. Alles wat daarna komt is minder. Oh. Dus jij kan hem nu al winnen. Oké. Nou, dan moet ik even mijn campagneleider aan de lijn krijgen. Johan, ben je daar? Ja, ze nemen die prijs niet serieus daar. Zijn die mensen helemaal blasé? Ja, het is niet te geloven. Nee. Die hebben 15, 20 jaar Edwin Evers gedaan. Die vinden niet belangrijk meer prijs. Wij koesteren iedere prijs. Ja, de Lode Lookie, alles. Ik zie nog het beeld voor mij toen jullie die gouden televisiering wonnen van Johan aan die tafel onder de confetti. Die genoot ook intens van de televisie. Nou, jij vond het best leuk, Johan. Ondanks alles toen vond je het best grappig. Nou ja, als je alle festiviteiten en de Polonaise weglaat, was het wel aardig. Ja, maar het was toch ook wel heel bijzonder. Er zat een zaal vol mensen in pakken. Hoe noem jij ze ook alweer, die pakken, Johan? Pingpings of zo? Ik niet, nou, je had er allemaal omschrijvingen voor van al die mensen die er opgeprikt zaten. Maar de mensen van de Voice zaten... Die ijdeltuiten die smokings. Dat is een volk waar ik nooit tussen wil zitten. Ja, dat tv-volk die allemaal belangrijk zitten te doen en elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Die inderdaad, die zaten allemaal klaar, ja. En de Voice en Wie is de Mol waren genomineerd. Ja, dus wij gingen er totaal niet van uit. Maar we gingen in de uitzending een speech schrijven. Weet je dat nog, Johan? Tijdens de uitzending schrijven. En halverwege stonden wij aan kop te dachten, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Ik weet dat de mensen van de Voice hadden al een heel feest georganiseerd. Studio 21 afgehuurd. Die hadden volgens mij de Hermitage afgehuurd in Amsterdam. Die stonden er klaar voor. En toen gebeurde dat natuurlijk. Dus, maar wij waren er blij mee. En toen kwam Ewald Geneman voor ons in de studio. En die was iets minder blij, had ik de indruk. Die vond het een beetje lastig. Maar wij zijn blij met prijzen, jongens. Zo werkt dat bij ons. Dus. Ja, maar het gaat niet om de prijs. Maar het gaat erom, als het publieksprijzen zijn, dan moet je het respecteren, vind ik. Want dat krijg je van je doelgroep. Ja, juist. Ja. Dat is waar. Dat is gewoon heel belangrijk. En dan weet je dat de luisteraar of de kijker je waardeert. Dus, dan gaan we gaan voor de Friday Move. Ja. Je wilt hem niet hebben. En volgens mij mogen wij hem namelijk niet. Omdat jawel, want het is aangepast. Het is aangepast. Ja. Oké. Okay. Nou, wat wil je zeggen, Johan? Het is toch niet de bedoeling dat die gasten ook door mij heen lullen, of wel? Nee, eigenlijk is dat niet de bedoeling. Dus nu even stil, maar ik wou even wat zeggen over die nephew papers. Ja, daar wilden we jou wel even je mening over horen, ja. Nou ja, dat is echt niet te geloven, zeg, dat die geïnformeerde gek uit Zeeland dat onbetekend heeft. Je hebt het over Kees van der Staaij, voor de duidelijkheid, voor de mensen die dat gemist hebben. Ja, die neemt alles wat in dat gedateerde sprookjesboek staat, dat neemt hij helemaal letterlijk. En alsof de tijd na Jezus stilgestaan heeft. Maar dat zijn gevaarlijke jongens, hoor. Want kijk, die Bijbel is er volgens mij, dat is een soort gedateerde handleiding om je fatsoenlijk door het leven te leiden. En als je daaraan houdt, dan doe je weinig mensen kwaad. Maar het is natuurlijk heel lang geleden geschreven. Dus het is allemaal totaal achterhaald. En meneer van der Staaij, die gaat dan dit soort onfrisse meningen gewoon ondertekenen. En dat is verdorie een politicus die mede de gang van zaken in dit land bepaalt, zeg. Alleen al tegenover homoseksuele Tweede Kamerleden vind ik het echt schandalig. Ja, want volgens de tekst zouden homo's, lesbiennes en trans mensen zelfs te genezen zijn, wordt er uit het pamflet opgemaakt. Wat is dit voor gelul? Dat voor de Tweede Wereldoorlog zei ze dat. Ja. Er zijn medicijnen voor. Kom op, zeg. Kom op. Die strijd en die discussie, die zijn we toch gepasseerd. Maar hebben wij de minister hier al over gehoord? De minister die met jou een gesprek wilde over wat jij had geroepen bij ons in de uitzending. Die heb ik nog niet gehoord, toch, de minister? Nee. Maar als ze dadelijk door heeft dat de publiciteit te halen is, dan is ze waarschijnlijk weer een bijeenkomst in de balie voor eensgezinden. Nou ja, dan kan ze daar de mediashow opvoeren. Politiek Den Haag zal het wel weer achter de schermen gaan gebeuren natuurlijk. En dan zullen we er niks meer terug van horen. Een beetje handje klappen en dan wordt het weer opgelost natuurlijk allemaal. Maar het is wat je zegt, echt niet te geloven. Het staat in geen verhouding met wat jij de laatste keer hebt geroepen volgens mij. En daar was de hele wereld heel erg boos over. Kijk, je mag geen grappen over homo's maken. Dat vind ik onzin, dat mag wel. Maar ik vind wel dat je homofobie is toch ten volle geaccepteerd door onze maatschappij. Kom op nou, zeg. Ja, lijkt me toch ook. Nou, daar komen we nog zeker even op terug. En dat zo'n man met zo'n verantwoordelijkheid dat dan ondertekent, want hij hoeft het helemaal niet te ondertekenen, maar dat zegt heel veel over zijn achterban, want daar heeft hij over nagedacht. Die zet niet blind zijn handtekening, maar die denkt dat hij scoort bij zijn achterban. Want ik denk dat die hele gereformeerde klik er zo over denkt.
Ja, en heeft dan een verklaring nu laten weten daar nog steeds achter te staan, hè, dat hij dat getekend heeft. Ja. Hij het is neemt heel dat niet terug. Het is echt heel eng. Ernstig dit allemaal, ja. Het is jammer dat we geen uitzending hebben op dit moment, Johan. Daar vragen we geen verzoekplaatje voor aan voor Kees. Nee, Kees komt niet meer aan de beurt in deze uitzending. Althans, niet met platen. Nee. Nog één klein dingetje over opmerkelijk nieuws gesproken. Monsterklus bij Paars-Wit voor Fredje Rutte. Anderlecht. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik begrijp wel dat Arnese Rutte gehaald heeft. Want Rutte is een uitstekende oefenmeester. Maar ja, hij heeft niet door dat hij bij Anderlecht natuurlijk in een wespennest terechtkomt. En hij wil alles naar zijn hand zetten. En dat is bij zo'n club natuurlijk heel moeilijk. Waar heel veel mensen al lang aan het bewind zijn. Daar zijn gewoontes. En hij moest zich concentreren op punten halen en niet het hele club naar zijn hand zetten. En hij is ook heel wantrouwig. Als er mensen staan te praten in kamertjes, in gangen, dan denkt hij altijd meteen dat het over hem gaat. En bij een club in nood wordt er veel gepraat in achterkamertjes. En dat is gevaarlijk voor Fred. Hij moet immuun zijn voor alles wat er om hem heen gebeurt en zich alleen maar concentreren op het elftal. En dan begrijp ik wel dat ze hem als oefenmeester binnenhalen. Ik vind Fred een geweldig mens en een uitstekende oefenmeester. Maar hij is niet helemaal bestand tegen alle vijfde kolonnes die er bij clubs zijn. Nee, dat was ook niet de eerste keuze, geloof ik. Vierde of vijfde werd vandaag gepresenteerd trouwens. Ik heb bij een aantal grote clubs gewerkt. En dit is ook een hele grote club. Alle faciliteiten zijn aanwezig om een hele grote club te zijn. En dat is Anderlecht. Ja, het is voor mij een mooie uitdaging om deze club verder te brengen naar waar ze eigenlijk thuis hoorden. Ja. Dat wilde eigenlijk Frank de Boer of Philip Cocu, toch? Ja, dat waren de eerste keuzes ook. Maar als je dit zo hoort, Johan, er is niet veel veranderd, hè? Nee. En ik hoor Fred nu praten en dan begrijp ik ook weer waarom Joop Muntzeman hem altijd lispelsteeltje noemt. Juist. Het is goed dat we even niet op zender zijn. Mis je me al een beetje? Hallo? Nou. Nee, maar het is namelijk ontzettend lekker. Dat heb je op tv ook, als er iemand op tv is waar je een hekel aan hebt. Ja. Het is heel lekker om je te ergeren ook, hè. En anderhalf uur tegenover jou zitten. Ook 2 uur. Bij John de Mol moeten we 2 uur elkaar aan. Daar gaan we het over hebben, Johan. Nee, gaan we het erover hebben. Ergernis is ook lekker. Ja. Ik mis jou ook, Johan. Tot snel weer, hè. Bedankt. Oké, jongen. Tot later. Met je popie-jopie-programma.